Er zijn veel te veel boeken. Maar in wezen is het natuurlijk zo dat alles wat jij hoort te weten, dat je dat al weet. Ja, als je daarop gaat vertrouwen, dat geeft zoveel rust. Ja. Ja. Alles wat we moeten weten, weten we al. Het is gewoon een kwestie van we zijn net weer met gezondheid. We gaan naar buiten, we gaan naar de dokter en we zeggen tegen de dokter, maak ons beter. Ja. En we weten al hoe we onszelf beter moeten maken. Je hoeft alleen maar naar binnen te gaan. We zijn een compleet heelal in onszelf. Dat is ook heel interessant. Hoe ver gaat dat dan, weet je? Is iedere bloedcel een heel heelal met allemaal sterrenstelsels en weet ik veel. Het is fascinerend. Ja, het is echt fascinerende materie als je erover na gaat denken. Ja, ik ben op het punt inderdaad dat ik weet dat ik alles weet. Ja, en dat ik alleen maar naar binnen hoef te gaan om erbij te komen. Ja. Ja. En des te meer je erop gaat vertrouwen, des te meer je kleine tekentjes krijgt van, weet je, het werkt echt zo. Ja. En vertrouwen hebben en overgave en dankbaarheid. Dankbaarheid, die drie, vertrouwen, overgave en dankbaarheid, die zijn zo belangrijk. Nou, liefde hoort er ook bij. Ja, en liefde. Die staat, die staat eigenlijk bovenaan. Begin met liefde voor jezelf. Ja, er zijn maar twee basisemoties. Er is liefde en er is angst. Ja. En je leeft ook, en alle andere emoties zijn afgeleid van die twee. Mm-hmm. Ja. Van liefde en van angst. Ja. En de meeste mensen zitten in de energie van angst. Ja. En we worden en het wordt door behoorlijk televisie onderhouden. Worden we behoorlijk in angst gehouden. Ja. En wij zijn met zoveel. En waar ik ook echt heel erg in geloof, is dat, ken je het verhaal van het 100ste aapje? Er is een groep eilanden, volgens mij ergens in de buurt van Madagaskar. Daar leeft een apensoort, die woont op ieder van die eilanden, zit dezelfde apensoort, maar ze hebben geen contact met elkaar omdat de oceaan ertussen zit. En die eten allemaal een soort van wortel die in het zand groeit. En op een dag was er één aapje en die had geen zin meer in al dat zand op zijn wortel en die spoelde zijn wortel af in de oceaan. En na een paar dagen ging nog een aapje het doen en nog een aapje en nog een aapje. Totdat je, ze zeggen dan 100, ik weet niet of die 100 belangrijk is, je bereikt een kritiek punt waarop zoveel aapjes hun wortels aan het wassen waren dat spontaan op alle andere eilanden alle aapjes hun wortels gingen wassen. En dus je hoeft niet de hele wereld te bekeren. Er is een groep mensen die heel negatief bezig is. Er is een groep mensen die heel positief bezig is. En het is de groep die daar het krachtigst in staat, die de rest van de mensheid meekrijgt. En dan heb je gewonnen. Zo simpel is het. Ik hoef niet de hele wereld te overtuigen. Ik hoef alleen te zorgen dat de groep mensen die samen met mij we moeten bezig zijn voor het goede, hè, van alle mensen. Vanuit ons hart, met liefde, positief, voor het allerbeste, het allerhoogste van iedereen. Daar moeten we mee bezig zijn. En daar moeten we zo krachtig in staan. Dan kunnen die anderen helemaal niks meer. Dan bereiken we dat kritieke punt waarop spontaan alle andere mensen met ons meegaan. En daar ga ik voor. Ik wil die 10% die wil ik zo krachtig maken. Dat die andere 80% met ons meegaat. Ja.